About a year ago, I was asked by a French band from Macon, Galantino, to write a text for their 1989 project, and it was supposed to be in Dutch, and they didn't understand it, but they liked it, so I thought I'd do a Dutch one. It's about Tiananmen Square, basically. That was my topic subject for 1989. Is dit een tragedie? In hoeveel bedrijven? Een proloog en een epiloog en een waarheid die je niet ontdekt. Een koe die je niet bedriegt of eentje zo dom als het achtereind van een varken dat vliegt. Is de waarheid wel waarheid of slechts een narheid, een onklaarheid, een rariteit? Een trieste komedie die dreigt te beklijven. Een scheet uit de reet van een smerige smiecht. Maar ik noem hier het gewone. Mensen die werken, studeren, wonen. Een dichter, zijn vriendin en een grijze met zwarte gemuniceerde katten. Wel zo'n 1000 jaar oud. Een man zonder baan en benen. Een man zonder kin. Een man zonder kind. Een man met een lang gezicht. Een man die gebukt gaat. Een gewone jonge man. Een vrouw met een traantje. Een vrouw met een traan. Een vrouw met een fakkel. Jongens en meisjes die kranten venten. Studenten. En een man met 2 plastic zakken. Een man met 2 plastic zakken. Een man bedaard als een orkaan van hoop die zijn verwonde kaken, de zojuist gebrande kaken van het zien van het plein opsleept en de toekomst uit het klauwen weet. Een man met 2 plastic zakken. Oog in oog met de gestaalde kakkerlakken, de voortratelende vuilnisbakken, de praalzie paraderende wandervrakken, de gebotste schoften, de schurken, de schobbejakken, de gehelmde hufters die de spaanders hakken. Een man met 2 plastic zakken is een man met 2 plastic zakken. En hij zet ze allemaal te kakken. Want waar gisteren nog vaandels van hoop de hemel sierde, daar kokhals het nu helse kanon is van tanks. En ik bots op mijn aandring die de keel verengt. De kapotte verlichting die de ogen krenkt. De verdoofde stad die in duisteren grendelt. En de komende gaan van bajonetten. De grote sprong voorwaarts de marionetten. Helaas, het is waar. Het plein hangt erbij als een abattoir. Een gewone jonge man. Een man die gebukt gaat. Een vrouw met een traantje. Een vrouw met een traan. Een matroos die na jaren van gezwoeg de grote roerganger eindelijk eens vroeg om een cadeautje. En die afgescheept wordt met nog meer zwoeg op die rotte lekker schuit. Maar op het plein waar de tranen verbloeden. En de trein meteen op een rondendans bloeden. Staat een man gewapend. 2 plastic zakken vol woede, gestaalde kakkerlakken, voortratelende vuilnisbakken, praalzie paraderende wandervrakken, gebantsende schoften, schurken, schobbejakken, gehelmde hufters die spalen zakken. De man met 2 plastic zakken is een man met 2 plastic zakken en hij zet ze allemaal te kakken.